Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe aflevering van Foxy op snuffelstage. En volgens mij zie je het hierachter al, maar wij zijn in de Efteling. Ja, en het is nog donker hè Foxy, want wij mogen bij de opstart van de achtbanen zijn. Even kijken hoe het hier aan toe gaat achter de schermen. Heb je er zin in? Ik ook, kom! Het is hier mooi hè Foxy. Maar waar is die Steven nou? Oh, het Sprookjesbos! Oh, daar wil ik naartoe, kom! Wauw! Roodkapje, nee natuurlijk. Het is geen wolf hoor. Oh, gelukkig maar. Kan ik jullie ergens mee helpen? Ja, wij zijn op zoek naar Steven. Oh, ik weet wel waar die is. Ja, kom maar mee. We zijn bij de draak. We zijn er bijna. Oh, de wolf. Oh, bescherm je Roodkapje nou. Wat lief, Foxy. Doei, stoppen, wolf. Oh, Hans en Grietje. Ja, ruiken jullie dat? Ja, ruikt zo ook altijd als jij koekjes bakt? Ja, zeker. Alleen deze koekjes moet je niet eten, want deze zijn van de heks. Oh. Wat gebeurt er nu? Foxy, Foxy! Nee, wat doe je nou? Nee. Oh Foxy, hij lijkt wel een beetje op je. Oma. Maar ze is ziek, dus ik ga er even wat lekkers brengen. Oh, weet je wat? Anders blijf maar hier. Zorg goed voor je oma en heel veel beterschap. Wil jij ons zeggen dan waar we naartoe moeten? Ja, het is inderdaad die kant op en dan kom je er vanzelf. Maar blijf wel goed op het pad, hè? Oké. Okay. Nou, ja. Beterschap. Dag. Doei. Dank je. Ah, de Python. Dan moet Steven hier ergens zijn. Kijk, dat moet Steven zijn. Jazeker, leuk dat jullie er zijn, Maddie en Foxy. En we kunnen jullie hulp goed gebruiken, want we gaan net de achtbaan opstarten. Oh, wat tof. Mogen we dan ook een testritje maken? Nou, vooruit omdat jullie het zijn. Ik moet nog even kijken of we lang genoeg zijn, Foxy. Ja. Ook goed, Foxy. Kom. Hey Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Zou jij Maddie en Foxy even uit kunnen leggen hoe we de Python opstarten? Ja, als wij hier 's morgens beginnen, dan beginnen we eerst met de beugels te controleren. Als er iets niet goed is aan de beugels, dan moet eerst gerepareerd worden voordat we verder gaan. Dan gaan we de onderkant controleren, we doen de wielen controleren, we doen de remmen controleren. De lift wordt ook nog gecontroleerd en dan hebben we erachter nog een paar dingen die we moeten doen. En als het allemaal goed is, dan kunnen we open. Oh, en als ik dan straks boven in de looping zit, kan die dan niet stil blijven staan? Nee, dat kan absoluut niet, want hij draait op... Ja, er zitten geen kettingen in, dus hij gaat puur op zwarte kracht gaat hij door de looping heen. Oh, en klopt het ook dat de Python de oudste achtbaan is van de Efteling? Het is de oudste achtbaan van de Efteling en in 1981 was dat toen. En toen was het ook de grootste van Europa. Oh, mogen we dan nu een testritje maken? Hartstikke leuk. Ja, oké. Okay. Wat is er, Foxy? Ben je bang?
durf je niet meer. Maar ik wil niet alleen, Foxy. Ja, dan ga ik wel mee. Oh, oké. Okay. Dan kan Foxy het knopje indrukken. Doe jij de startknop? Oké, okay, kom. Ik ben er klaar voor. Ja. Oh. Druk jij op de startknop? Foxy, dit was spannend. Ik snap wel dat je het niet durfde hoor. Maar nu ben jij nergens in geweest. Nou, jullie kunnen misschien naar Max en Moritz, daar durft hij vast in. Oh, dat is een goed idee. Nou, dit is de Max en Moritz. Hier mogen kinderen als eerste in, vanaf 1 meter al. Oh, maar dan durf je hier al helemaal in, Foxy. Zo, nou ben je ook in een achtbaan geweest. Wat gaan we nu doen? Naar het Philipsstadion. Oh, dit was wel een hele leuke dag, hè, Foxy. Steven, heel erg bedankt voor de goede begeleiding. Graag gedaan. En nu weten dat de Efteling helemaal veilig is. Top. Vonden jullie het nou net zo leuk als dat wij vonden? Laat dan hier even in de link achter weten waar je de volgende keer de snuffelstage wil. Foxy, je hebt natuurlijk papier nodig. Hier. Goed zo. Dag, Wollebolle Gijs. Hallo.